beginnen deze uitzending in de straten van Milaan. Harry is op stap met Wesley Snijder en heeft iets leuks bedacht. Ja, we zijn onderweg naar een pizzeria. Die gaat de pizza Snijder maken. Haha. Ja, maar waar zit hij nou, de pizzeria? Daar gaat het. En hij kan weer geen taxi betalen, maar nee. Lopend. Hè? Oh, dat heb ik het weer gedaan. Nee, tuurlijk. Jij zegt, we gaan lopen, we zijn er zo. Ja, dat klopt. Ja. Het is vlakbij de Dom, dus. Oh, dit is de Scala. Ja, en dat staat hier op het tekeningetje. Ja. We komen hier vandaan, daar is de Dom, dus het zou tussen de Dom en de Wedding moeten zitten. Ja, ja, weet ik veel. Ik denk jij weet de weg hier. Nee, ik weet de weg wel, maar niet naar een pizzeria. Daar kom ik nooit. Ben jij nou een Milanees met de Milanezen? Ja of nee? Ja, dat is de vraag. En nu, waar gaan we nou heen? Laat me even denken. Ik word er maar hopelijk van. Ik ben niet zo nerveus, het is veel te warm. Ja. Sai dove via Santa Radicante? Qua dietro. Grazie mille. Okay. Grazie mille. Mazel. Zie je wel? Nee, waren we toch goed. Geef mij nog een heel even dat papier. Hier komt hij weer. Deze nou. Oh, weg mee. Scala, Piemonte Napoleone, is het daar. Hopelijk streng, ja. Dan zitten we zo. Nou, ik heb al veel avonturen beleefd in mijn leven, maar deze. Ik gok op daar rechts. Gok ik. Ja. Weet jij hoe lang we... ik meestal goed, dus niet zeiken. Weet jij al hoe lang we onderweg zijn? Ja, 5 minuten. Niet ja, zeiken. Doei. Moet hier rechts zijn. Kan niet anders. Ik krijg wel wat van Milaan te zien zo. Anders spring je een taxi. Ja, maar iets te veel hoor. Iets te veel Milaan voor mij. Oh, I love you. Oh, I love you. Kijk eens af. Op de bouwer weer. Ja, dat houdt allemaal op. Dat bedoel ik. Ja, je kan het slecht. Met mensen op de foto. Dat kan wel. Ja, oké. Ciao. Vegan. Ja, graag. Wat gaan we doen, Harry? Wat is er nou? Ga jij even staan? Ze tegen jou? Ze houdt van Inter. Pizzeria Gennaro. Ja, Santa. It's there on the left. Oh, there on the left? Ja, vieni a me. Oké. Zie je wel, dat we goed uit de grazie. Ja. Okay. Grazie. Fijn. Ik heb het toch gezegd. Had nou maar een taxi, had nou maar een taxi genomen. Ga er lekker voor staan. Hey, ja. Doe het nog langer. Hey, da. Oké, okay, waar ben je? Grazie. Oké, grazie. Nou, hey, Wes. Laten we maar lopen. Ik wil maar één ding zeggen. Ik wil maar één ding zeggen. Mark Tuitert heeft het niet, hoor. Dat wil ik wel zeggen, hoor. Hey, zo. He. We gaan maar achter in de rij. We zijn er eindelijk. Dit is gelukkig niet voor die pizzeria. Wat is het? Waarom staan die mensen hier in de rij? Dat is de beste broodjeszaak van Milaan. Oh, er staan dus mensen dus in de rij om een broodje, te eten. En nu staan diezelfde mensen dus voor het raam van de pizzeria waar Wesley Snijder zijn eigen pizza mag maken. Hij begint uiteraard met het maken van de bodem. Kijk, kijk, kijk. Krijg je les, ja. Goed opendraaien, ja. 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 En dan uit. En dan moet hij uit. Zet het pintje. Ja. Oh, oké. Kijk, kijk. Nog iets met je. Ja. Oh, en dan rustig uitdijen. Kijk, rustig uitdijen. Je gaat lekker. Niet te veel, Rustig aan. Het is troppo piccolo, maar. Aspetta la mia, sì, però. Hij is iets klein. Voor een klein pizza. Een klein pizzatje maken. Ja, let op, hoor. Così centrale. Ja, en dan moet je. Ja. Kijk. Alsof je over een babyhuidje gaat. Je gaat goed, Wesley. Goed zien, hoor. Oké. Hey, tomaten zitten er sowieso in bij jou. De basis voor een goede pizza is dus gelegd en nu is het aan Snijder zelf om er een smaakvol geheel van te maken. De spelbepaler van Inter en Oranje leeft zich lekker uit. Ben je klaar? Hij is klaar. Je bent klaar? Ja. Oké, nou even snel. Alle ingrediënten, daar komt hij aan. De pizza Snijder heeft... Tomaat, kaas, anchovis, salami, beetje pepperoni. Beetje pepperoni en... En funghi. En funghi. En champignonnetjes. Dat is hem. Ja, dat is hem. Dat is hem. Thuis maken. De pizza gaat de oven in. Tada! Daar gaat hij. Oké. Hoi. En pizza Snijder. En omdat de pizza... Zometeen kijken we hoe het gesteld is met de pizza van Wesley Snijder. De pizza uit de oven mag halen. Doei, Piato. De officiële geboorte van de pizza Snijder. Voor de kookliefhebbers, de pizza Snijder bestaat uit de volgende ingrediënten. We nemen tomaat, een handje kaas, anchovies, pepperoni, champignons,
salami. All right. Yeah. Okay. Aha. Now. Hey. Hey, Wesley. Hey. Uit de losse pols. Ja, is niet slecht, hè? En gewoon lekker. Oh. Goed. Voor de pizzeria is het inmiddels een gekkenhuis. Als een ster als Snijder langer dan 10 minuten op dezelfde plek blijft, dan stromen de mensen in Milaan vanzelf toe. Kijk, nou is het spektakel helemaal op de wagen. Als u zich afvraagt hoe het zis eruit ziet, zo. Wat komt zij nou doen, Wesley? Wat komt zij nou doen? Hallo, hallo. Wat komt zij nou doen? Ze zitten gewoon ertussen door bij ons. Hallo? Nee. Kom nou, wegwezen. Nee, ga je gauw weg, zeg. Kom nou. Harry heeft inmiddels alle Italiaanse lastpakken geloosd en wil met Snijder naar Piazza del Duomo om hem een paar vragen te stellen. Als je gescoord hebt, dan zoen je altijd je ring of zo. Ja. Welke hand, wat zoen je dan? Deze ring? Ja. Zoen je dan? Ja. Speriamo, sì. In finale. Speriamo. Mourinho, battilo però, eh. Sì, 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 sì. Buona. Buona. Dove? Aspetta, scusa, dai. Dai. Dove? Ma vertel even verder dan over die ring. Ja, waarom zou je dan naar zijn man? Ja, dokter. Niet alleen maar jou. Hallo, schiet dan ook op. Over die ring, ja. We krijgen het verhaal van die ring nog niet, dat komt er nog niet even uit. Hij komt er langzaam in, Ja, hij zit nog even vast, die ring. Die ring zit nog even vast. Als Wesley scoort, zoent hij zijn ring, daar waren we gebleven. Ja. Maar kijk, maar goed, het is, wij wachten nog even op het antwoord. Ja, maar ja, dat krijg je ervan. Als ik de score ring, ik praat gewoon rustig verder. Ja, probeer rustig verder te praten, maar dat gaat even niet lukken. Ja, rustig aan. Goed. Hij is voor jou te winnen, World Cup. Waarom kus je hierin? Daar was ik gebleven. Ja, omdat mijn vrouw degene is die mij altijd steunt. Die elke dag mij kracht geeft. En dat wil ik door middel van, als ik een goal maak, wil ik dat terug laten zien. Dat ik daar dankbaar voor ben. Kijk. Dus dat zijn de kleine dingetjes die je terug kan doen, Harry. Nee, op het veld. Oké. Harry, laten we heel snel in de taxi lopen nu, want het is een gek huis. Ja, dit is een gek. Ja? Ja. Wie heeft dit nou weer verzonnen? Ja, jij? Ja, met jij met je op het plein van de Dom, ja. In Milaan. Dat is een vrij zinloze actie. Eigenlijk is het... Cool. Oké, ciao. Er zijn nog zoveel dingen die ik aan jou had willen vragen, maar ja. Ja, dat kan niet, Harry. Ik kan wel eens tussen, weet je wel. Dan moeten we een keertje gewoon rustig ergens een bakje koffie gaan drinken. Kijk hier. Wat is dat? Zie. Ik probeer het vragen te stellen, maar ik praat gewoon rustig verder. Wat wil jij nog weten? Rustig verder, moet je horen. We hebben een kleren zo. Oké, grazie. Morgen zien we Snijder weer terug, want dan speelt Nederland tegen Hongarije. Vanaf 5:00 op SBS6. Hey, we gaan er gaan voor door. Tot ziens, hè. Ja, gekke huis hier. Wegwijzen. En wie heeft de telegraaf?